Het afgelopen jaar is Nederland opgeschrikt door een omvangrijke examenfraude op een islamitische school in Rotterdam. De kranten staan er al maanden bol van. Op de Rotterdamse scholengemeenschap Ibn Galdun werden 27 examens gestolen en zijn 11 leerlingen aangehouden voor diefstal. Inmiddels is zelfs besloten dat de school dicht moet. Toch is gesjoemel met examens, zelfs op grote schaal, niet echt iets nieuws. Meer dan 100 jaar geleden konden ze er ook al wat van. Examenfraude is eigenlijk van alle tijden. Een van de beroemdste gevallen van examenfraude heeft zich hier in 1904 op deze school, het gymnasium van Doetinchem, afgespeeld. Leerlingen die vooraf inzage krijgen in examenopgaven, docenten die hun leerlingen tijdens het examen extra uitleg geven. Op het Doetinchems gymnasium was het allemaal de normaalste zaak van de wereld, vertelt Tim van der Grijnsanten van de Historische Vereniging van Doetinchem. Zelf hebben ze dat helemaal niet als fraude gezien. Het was zo dat als er examen was, dan hielp je af en toe. Dat was normaal, dat waren jouw leerlingen tijdens de examens. Ja, iemand heeft daar getuigd dat hij met een Franse oefening daar helemaal niet uitkwam. En toevallig was de leraar Frans net aan het surveilleren. En toen heeft hij wat gevraagd en toen heeft die leraar dat helemaal uitgelegd wat er aan de hand was. Zo ging het er tientallen jaren aan toe. De school had op het gebied van fraude een reputatie hoog te houden. In het land was Doetinchem bekend als fraudeschool, dat wel. Ja. En het was ook zo, als je in Rotterdam of Den Haag of waar dan ook niet door je eindexamen kwam, dan moest je maar naar Doetinchem gaan. Veel leerlingen van het gymnasium woonden in het christelijke jongensinternaat Ruimzicht, net buiten de stad. Het internaat was opgericht door dominee Van Dijk en de rector van het gymnasium zat ook in het bestuur. Die jongens die zouden dus theologie of ook medicijnen kunnen gaan studeren, maar hier hadden ze dus hun home, zou je kunnen zeggen. De geruchten gaan dat jongens die in het internaat wonen, vaak uit welgestelde families, bevoordeeld worden ten opzichte van hun klasgenoten van eenvoudiger afkomst. Dat is de kiem van een enorme ruzie die in 1904 ontstaat tussen de rector van de school en de leraar klassieke talen, Johannes der Mouw. We wandelen naar zijn huis. We staan hier voor het huis van Johannes der Mouw. Die was leraar klassieke talen hier in het gymnasium en die was in 1888 is die daar benoemd en de affaire die speelde zich in 1904 af. Dus hij was al 16 jaar leraar klassieke talen. Hij was heel geliefd bij de leerlingen, maar het was wel een excentrieke figuur. Der Mouw was zelf ook niet vies van een beetje gesjoemel met examens, maar dan moest het wel rechtvaardig gebeuren, vond hij. Je moet al je leerlingen evenveel helpen. Als een van zijn leerlingen van eenvoudige afkomst zakt voor het examen, is voor Der Mouw de maat vol. En dan krijg je die kwestie dat Der Mouw zegt, helpen is prima, maar je moet iedereen helpen. Niet alleen die rijke jongens die bij jou in huis zitten en bij de andere leraren dan in de kost zijn. Der Mouw beschuldigt Zwarts, de rector van de school, van examenfraude. Maar die wordt woedend en laat het er niet bij zitten. Het komt tot een nare confrontatie in de lerarenkamer, waarbij Der Mouw ervan wordt beschuldigd dat hij te intiem is met sommige van zijn leerlingen, onder wie de zoon van de rector zelf. Daarvan raakt Der Mouw zo van streek dat hij niet veel later een zelfmoordpoging doet. Dan is de chaos compleet. De kwestie haalt de landelijke pers en de onderste steen moet boven. De een neemt het van de ander weer over en zo. En het is natuurlijk ook wel iets heel bijzonders dat er zulke rare dingen gebeuren met een gymnasium dat officieel een openbare school is. Waar je zou zeggen dat er ook een inspectie zou moeten zijn. De gemeenteraad onderzoekt de zaak en schrijft een vernietigend rapport. De school is verworden tot het klassieke knoeigymnasium door het toedoen van de oneerlijke en nonchalante rector en een aantal onbetrouwbare leraren, oordeelt de raad. Anders dan het Ibn Galdun dit jaar overkwam, wordt de Doetinchemse school niet gesloten. Maar het gymnasium moet wel maatregelen nemen om herhaling te voorkomen. Uiteindelijk wordt alleen Der Mouw ontslagen. Hij ontvlucht het stadje en verhuist naar Den Haag. Later wordt hij een beroemde dichter. In een van zijn melancholieke gedichten verwijst hij nog naar de Doetinchemse kwestie en zijn zelfmoordpoging. Hij schrijft, voor het ongeluk dat in zijn leven viel, vlucht hij naar het ondergrondse van zijn ziel en kan niet meer naar boven. En wordt gek.